Jeroen Burghout, jij bent trainer van de Heracles Gold Stars. En dit is al het tweede achtereenvolgende jaar dat jullie dit toernooi, dit walking voetbaltoernooi, organiseren. Zijn jullie niet zo goed of is er zo weinig belangstelling van andere verenigingen om dit te organiseren? Ja, het is natuurlijk een uniek evenement omdat het een internationaal toernooi is. Ja, het is altijd leuk om tegen Duitsers, Belgen of Engelsen te spelen. Want je ziet toch een andere voetbalcultuur. Zowel vroeger, toen we nog jong waren, of zij nog jong waren. Maar ook nu nog. Hè, de Engelsen spelen toch wat fysieker. De Duitsers toch wat tactischer. Nou, en dat zie je ook weer terug bij walking voetbal. Nou, dat is denk ik alleen maar leuk om als deelnemer dat te ervaren. Ja, want een Almelo City Cup is natuurlijk een meerdaags evenement. Ja, dat gebeurt natuurlijk niet in één dag. Dat vergt gewoon een jaar organisatie. Nou, als je kijkt hoeveel deelnemers van de Gold Stars Heracles betrokken zijn bij dit evenement. Ja, dat is onwijs veel. En leuk om te zien of het nou een loterij is of logistiek met vervoer. Of scheidsrechter hier zijn. Nou, iedereen draagt zijn steentje bij. Maar wij zijn ook een team die buiten het voetbal om ook nog en buiten het toernooi om ook heel veel doet. Kleine evenementen, veel ook aanwezig zijn op toernooien. Maar we hebben ook een sociaal karakter. De Gold Stars zijn ook ambassadeur om het walking voetbal in deze regio te promoten. En dat doen ze hartstikke goed. Natuurlijk is er ook een sociaal karakter. Vanochtend hebben wij ook Almelo geprobeerd te promoten. We zijn naar het stadhuis geweest. Daar heeft de lokale burgemeester een woordje gedaan. Hebben wij de teamfoto's gemaakt, teampresentatie gedaan. Maar we zijn ook de binnenstad ingegaan. En om zodoende de deelnemers kennis te laten maken met Almelo zelf. En de verschillende horecamogelijkheden. Hoe schat je de kansen van je eigen team in? Nou moet ik even oppassen wat ik zeg. Want ik ben hartstikke tevreden met mijn teams. Alleen als we kijken internationaal hebben de Nederlandse teams het zwaar. We hebben meer een gezellige groep. We hebben wel wat voetbal know-how. Oude profspelers zoals Guus Hoevenberg en Arend Steunenberg. Maar ik moet wel eerlijk zijn, die worden ook wel een tikkeltje ouder. Dus ja, ik denk niet dat wij voor de top 4 gaan spelen. Ja, natuurlijk. Op zich is dat evenement grandioos. Je roept toch bij een leeftijdsgroep een activiteit op die grandioos is. En de manier waarop de mensen van ons dit allemaal op poten hebben gezet, is gewoon genieten. Tweede achtereenvolgende jaar dat jullie dit morgen organiseren. Ja, dat zegt wel wat van de organisatie. Het wordt ook serieus genomen door alle andere ploegen, want je ziet het. Er zijn genoeg ploegen die hier graag het toernooi mee willen doen. 32 ploegen die hier aan deelnemen, waaraan een aantal uit het buitenland. Hoe schat je je eigen kansen in? 0,0. Ja, maar als ik mijn tijd nog van mijn vader neem, toen die man tussen de 70 en de 80 jaar was. Zat hij op een Solexje en had hij benauwd. Hij kon haast niet meer vooruit komen. En als je ziet hoe gezond, voor zover je gezond kunt zijn, hè, de lichtingsgroep is. Dan zijn de tijden aan het veranderen. En dan zie je ook dat er heel veel activiteiten plaatsvinden. En dat we toch nog meer kunnen tussen de 60 en of tussen de 70 en 80 dan dat we dachten.
zit meteen al. Hey, jouw huis is ook gewoon op top. We kunnen het gewoon. Nee. Hier welkom dus op de Koornmarkt. Zij gaan ook door voor die laatste paar kilometer die ze nog moeten. Dat kleine stukje tot aan Rotterdam, 224 kilometer. Hier doen Indie-Europa hun Indie-Oranje stoet. Gaan ze met z'n allen hier doorkomen. Dames en heren, hier zijn ze dan. Het team met de Anderlanders. Met de Europa Run 2017. En u als thuispubliek, u gaat zorgen voor het beste applaus wat er is. Want dat hebben zij verdiend. Dat hebben zij nodig. Dames en heren, hier zijn ze dan. De Anderlanders! Team 135, jawel! En in het proces is het zo dat de gemeenteraad zich hier op 29 juni over gaat buigen. Dan is de raadsvergadering voorzien waarin de raad kennis gaat nemen van de perspectiefnota. Hem uiteindelijk ook gaat vaststellen, want het college presenteert alleen een concept. En dan is het aan de raad om te kijken, van, joh, is nou dat perspectief wat het college ziet, is dat ook ons perspectief? We werken toe met de provincie aan het sluiten van convenanten. Op diverse beleidsterreinen, ik noemde ze al, economie, structuurversterking, MKB, duurzaamheid, de aanpak van het Nieuwstraatkwartier. En we realiseren dat we zowel beleidsinhoudelijk, maar ook als financieel daar een belangrijke partner als de provincie voor nodig hebben. En gelukkig, we zijn daar hard mee bezig. Kunnen daar een weergave, ook een weerslag van doen in de perspectiefnota. Wat is een perspectiefnota? Dat is het schetsen van het ontwikkelperspectief voor de gemeente Almelo. Waar gaan wij ons beleidsinhoudelijk de komende jaren mee bezighouden? Is dat in plaats gekomen van de voorjaarsnota? Ja, sommige gemeenten noemen het voorjaarsnota, anderen noemen het kadernota. Wij noemen het een perspectiefnota. Je schetst ontwikkelingen in de toekomst waarvan je vindt dat je er nu mee bezig moet. Als je het vergelijkt met vorig jaar, hoe staat Almelo er dan nu voor? Zeker niet slechter. We hebben een aantal negatieve resultaten, bijvoorbeeld resultaat 2016 hebben we kunnen verwerken. Maar als je door de oogharen naar kijkt, dan kun je zeggen dat wij financieel nog steeds bewegen binnen de afspraken zoals we die gemaakt hebben met de provincie Overijssel. Wij hebben gesproken met de provincie en die heeft ook een voorstel naar de provinciale staten gestuurd. Waarbij het mogelijk wordt gemaakt om van Almelo een pakket aandelen af te nemen. Wij hopen daar natuurlijk op dat dat doorgaat, want dat zou ons heel erg welkom zijn. En daarnaast worden er in Twents verband ook nog besprekingen gevoerd door de aandeelhouders om te kijken
onder welke voorwaarden eventueel die Twentse aandelen nog verkocht kunnen worden. Dus het gaat om de Coga's, Twents en de Enexis aandelen? We hebben het over Enexis en Twents. En Coga's hebben we het op dit moment niet over. Zeg maar Askan, de vorige keer dat wij hier waren, toen was je net Nederlands kampioen. Daar was je ontzettend blij mee. Maar wat is er nu gebeurd? Ik ben nu Europese kampioen. Ik ben ook nu ontzettend blij en trots op mezelf. Ik ben echt apentrots, zou ik maar zo zeggen. Een kampioen, Europees kampioen, eerst Nederlands kampioen, nou Europees kampioen, op weg naar wereldkampioenschap. We gaan niet stoppen. Kwam het onverwacht of zeg je van, ik had van tevoren al in de gaten dat ik een goede kans maakte? Nee, het is altijd even afwachten. Namelijk, je weet je concurrentie niet. Dus je weet niet wie allemaal in je line-up staat en hoeveel deelnemers. Dus het is eigenlijk een beetje knokken. Je moet er gewoon alles op geven. En dan afwachten dat je dan door de juryleden gekozen wordt. Namelijk uit heel Europa was het. Dat is een internationale wedstrijd. Het is geen nationaal, maar internationale wedstrijd. Dus van iedere land deden gewoon een vrouw mee. Rusland, Polen, Roemenië, Turkije, Nederland en dan België, Fransen. Dus het is alleen maar afwachten. Dus alle toppers van de landen deden gewoon mee. Heb je er veel van moeten doen om je lichaam in de conditie te krijgen om Europees kampioen te worden? Want je hebt me vorige keer iets verteld van eieren was belangrijk, veel brinta eten is belangrijk. Klopt. Eiwit, proteïne, koolhydraten. Ja, de laatste drie weken is het noemen ze kudde eigenlijk. Dat is gewoon aftrainen. Die koolhydraten worden wat lager en eiwitten worden omhoog. En dan de hoeveelheid wordt het gewoon in kleine porties. Je hebt continu honger en buikpijn. Maar ja, dan denk je zoiets van, ja, voor wat moet je, hoor wat. Dus je moet er heel wat over hebben. Nou, drie weken was er zo voorbij. Oké, je wordt wat chagrijnig, boos, in korte loontjes. Maar ja, als je denkt van, nou, kom op, ik wil op het podium, wil ik niet gaan denken van, oh, had ik maar niet gesmokkeld. Hoe moeilijk is het om Europees kampioen te worden? Want als je er eenmaal bent, dan wil je er graag blijven. Ja, het is heel moeilijk. Het vergt heel veel van je. Je moet er veel van laten staan. Ik heb in totaal 20 weken gedieet. Dat is dan alleen maar kip met rijst elke dag. En eiwitshakejes. Dus ja, geen alcohol, niet roken. Ja. Veel rusten, op tijd naar bed. Veel rusten, op tijd naar bed. Ja, inderdaad. Goed, was in Eindteleur. En tegen hoeveel mensen moest jij het opnemen? Ik moest het opnemen tegen 9 in mijn klasse. En dat betekende dus dat, als je zo die andere kandidaten bekijkt, dat het een zware klasse was, dat het zwaar was? Ja, het was heel spannend. Er waren echt twee atleten bij waarvan ik dacht van, oeh. Maar die zaten ook in de tweede en derde plek. Dus, ja. Nou, je bent op het Nederlands kampioenschap al twee keer tweede geworden. Dus met andere woorden, Europees kampioen worden zou een enorme stap zijn. Ja, zeker. Kun je wel zeggen, ja. Een stap die je misschien nog verder brengt, want er staan wereldkampioenschappen aan te komen. Ja, ik heb nou toegang zeg maar, naar de wereldkampioenschap in Istanbul, in Turkije. En als ik daar win, kan ik doorgaan naar de Arnold Classic. Dat is dan in Amerika. En dat is? Dat is weer een hogere wedstrijd, waar je nog hogere prijzen kunt behalen. En als je daar wint, kun je naar de Olympia en dat is echt het hoogste wat je kunt bereiken zeg maar, in de bodybuildingwereld. Nou, voor MAF 2017 hebben wij telefooncellen voor kunstenaars neergezet. Die worden ingericht en kunnen jullie straks bewonderen wat hun allemaal voor moois hebben gemaakt. En dat komt hier zeg maar rondom de hele boulevard? Ja, hier hebben wij telefooncellen aan deze kant en aan de kant van de rechtbank komen er 5 cellen. Thank you.
De Almeloze Markt kiest voor duurzaamheid. Minder plastic willen ze. En daarom starten ze in samenwerking met de gemeente een tassenactie. Wij gaan 40 tassen in totaal verloten aan het kopend publiek. Gedeeltelijk op Facebook. Die actie start 15 juni door wethouder Cornelissen wordt dan de tassenactie geopend. Die tassenactie is mede mogelijk gemaakt door de gemeente Almelo. Die willen duurzaam boodschappen doen, dat we nog minder plastic uit gaan geven. Want die tas is bijzonder, hè? Die tas is bijzonder. Staat het marktlogo op. Uiteraard, er zijn twee soorten. Eén is een soort boodschappentas, ander is een vouwtasje dat de mensen makkelijk mee kunnen nemen. En de volgende keer als ze dan boodschappen doen, die tas meenemen, dan hebben we een win-win situatie. Ja, maar de mensen kunnen nog wat meer winnen, hè? Uiteraard, we gaan die actie starten met 10 tassen per keer. De 15e is de eerste keer dat er een verloting zal zijn. De wethouder Cornelissen gaat dat doen. En dan worden er 10 tassen vol met boodschappen van de markt, producten van de markt, aangeboden aan de dan 10 gelukkige winnaars. En dat gaan we doen 4 keer in totaal. De 29e is de laatste uitreiking. Oké, dus als ik het goed begrijp, dan worden er nu kaartjes uitgereikt waar mensen dus mee kunnen dingen. Ja, de kaartjes, daar schrijft u naam, adres, mailadres op. En dan krijgt u vanzelf bericht als u een van de winnaars bent. Hier is nog een kaartje. Dan maakt u kans op een tas, een boodschappentas, gevuld. Ik heb volgende week wat een loodje uitgehaald en ik maak een kans op een hele mooie, goed gevulde tas. Okay. En die tas kunt u tevens gebruiken om naar de markt. Dicht voor elkaar. Ik zal het netjes invullen. Dankjewel.
De Bellinghof is gebouwd dicht bij de plek waar ooit een havenzaten met dezelfde naam heeft gestaan. En dit goed wordt al in 1394 genoemd, maar dan onder de naam Vogelzang. Via vererving kwam Vogelzang in handen van de familie van Bellinghaven, die haar naam aan de havenzaten gaf. Momenteel wordt het huis bewoond door de kleinzoon van bouwheer Johannes ten Kate, Egbert ten Kate. En deze was op reis en liet honneurs aan zijn dochters, die de vele belangstellenden voorzagen van een informatieve folder, aan de hand waarvan een rondwandeling gemaakt kon worden door tuin en park. Een loofgang of loofperso is een gang van beukenbomen. En die beuken worden geleid om een gebogen metalen frame. De Engelsen noemen dat een lover's lane. Lekker koel in de zomer. De twee bruggetjes zijn een ontwerp van de bekende tuinarchitect Leonard Springer. Die ontwierp in 1917 de geometrische tuin direct om het huis en de slingerpaden daaromheen. De architecten Karel Müller en Johan Willem Hanraat kregen in 1917 de opdracht van Johannes ten Kate om de tegenwoordige Bellinghof te ontwerpen. En op verzoek van zijn vrouw werd er nog een kinderkamer toegevoegd. Het echtpaar had 6 kinderen. Thank you.
De 7e editie van de Slingerbeurs, die evenals voorgaande jaren in het atrium van het ROC werd gehouden, leverde dit jaar weer meer op dan het vorige. En wat moet je doen als je in Twente een mooi weer wilt hebben? Heel simpel, dan moet je in Almelo een Slingerbeurs gaan organiseren. Want dit is nou de 7e keer, en het is al de 7e keer dat de mussen dood van het dak vallen van de water. Dit jaar hebben we hier meer dan 50 aanbieders op de vloer verzameld. Vorig jaar waren dat 30. Ja, wij zijn natuurlijk heel graag gastheer voor de Slinger, zowel in Hengelo als in Almelo. En wat is nou die relatie met ROC van Twente? Nou, die ligt zo ontzettend voor de hand. We hebben 20.000 studenten die gaan morgen en overmorgen de samenleving vormgeven. Zowel maatschappelijk als economisch. Dus wij zijn Twente. We zitten in de alle haarvaten van Twente. 12.000 leerbedrijven zetten zich in voor onze studenten. Met andere woorden, wij horen zo ontzettend bij elkaar, de samenleving in Twente en het ROC, dat we ook wat voor elkaar moeten betekenen. En dus willen wij heel graag zo'n evenement zoals vandaag faciliteren. Voor die grondslag nog eentje erbij zelfs, waren er 185 matches. Ja, echt super. En die 185 matches die vertegenwoordigen 2046,5 uur aan vrijwilligerswerk. En die matches die zijn waard, vorig jaar 89, hè? 102.265 euro. En Humanitas onderdak met 81,9% van de stemmen. De slinger award hebben we. Pikkels. We wachten even tot de foto klaar is en dan. Dani Hagebeuk, welkom in Almelo. Dankjewel. Om hier te gaan spelen op een heel groot toernooi. Wat stel je je daarvan voor? Dankjewel. Maar ik had het eerlijk gezegd van tevoren niet zo groot verwacht. Ik kwam hierheen en ik dacht even een leuk toernooitje spelen. Top van Nederland doet mee. Maar dat het hele veld vol zou staan met kinderen, met fans, met spelers, is natuurlijk geweldig. Ja, wat verwacht je van je eigen kansen? Gezien ik veel toernooi heb gewonnen, op mijn naam geschreven, maak ik natuurlijk wel kans. Maar er doen heel veel goede spelers mee. En er zijn zoveel deelnemers dat je zoveel rondes moet spelen. Dus het kan natuurlijk altijd zijn dat je een keertje verliest. Maar het belangrijkste van dit toernooi voor mij is het plezier. Want ik zie dat de jongens plezier hebben. En ik hoop dat het gewoon zo blijft gaan. Ja, gewoon kippenvel. Het is een droom die uitkomt. Eindelijk is het zover. Hier lekker in het Pommerstadion op het veld. Ja, dat is gewoon geweldig. De jongens zijn allemaal geweldig. Wij vinden het geweldig. Het wordt gewoon een superdag. Een superdag met heel veel deelnemers. Heel veel deelnemers. Hoeveel zijn er? Honderden. En er komen nog mensen zelfs aan de kant van het land. Mensen moesten om 7 uur met de trein deze kant op komen, 3-4 uur reizen. Dus niet iedereen is er nog. Er komen nog andere mensen ook nog. Maar het is nu al lekker druk. Het is nu al geslaagd in mijn ogen. Dus het is geweldig. Ze hebben het er allemaal voor over. En zelfs mensen uit het buitenland. Ja, Duitsland, mensen uit België zijn hier gekomen. Ja, dan weet je gewoon dat het gewoon enorm leeft. En voor de e-sport is het gewoon geweldig. Voor ons is het geweldig hier in het stadion van Heracles Almelo. Dus wat een topdag. We zijn nu een half jaar bezig. Ik ben gekwalificeerd voor Madrid, het WK. Ik ga naar München toe, 15 juni. Ik ben ook voor gekwalificeerd. Dus nu, 5 maanden zijn we bezig nu. Het is nu al geslaagd en je wil gewoon meer. En als ik in München eerste van de pool word, dan ga ik naar Londen, naar het echte hoofd-EK. Waar je 2 ton kan winnen. En dat zal geweldig zijn. Dan maken nog 4 Nederlandse kans van heel Nederland om daar te mogen staan. En daar ben ik één van. Daar zijn we heel trots op. Nou, we willen heel graag de binding houden met de jongeren. Dat is
dat is toch de toekomst voor ons. Nou, dat doen we hiermee. Veel jongeren die spelen e-sport. Nou, we hebben met Brian Hessing natuurlijk een van de beste e-players ter wereld aangenomen. En daarom pakken wij dit op. We hadden ingezet op 250, maar het zijn er dus meer dan 450 geworden. En het was natuurlijk ook spannend. Het is de eerste keer dat je zoiets oppakt. Nou, wat moet je exact verwachten? Dus we hebben met de organisatie E-Mens die ons hierbij ondersteunt, hebben we dat ook besproken. En eigenlijk fantastisch dat er 450 man op komen. Het zijn niet alleen maar Nederlanders. Nee, er zijn ook Belgen, er zijn Engelsen, dus het is geweldig. Het is internationaal toernooi meteen. Goed. Hij wil het ook naar de wereldkampioenschap. Nou, dat gaat hij ook halen. Ik ben daarvan overtuigd. Ik weet zeker dat Brian daar, zich daarvoor gaat kwalificeren. Dat hij, hij speelt binnenkort weer in München. En heeft hij weer een fantastische mogelijkheid om zich te plaatsen. Gaat hij absoluut doen. Het historisch festival, dat hebben we nu dit jaar voor de derde keer gedaan. Om de twee jaar, dus dat is 6 jaar geleden dat we het de eerste keer hebben gedaan. En ja, het is wel een ontzettende hell of a job om dat voor elkaar te krijgen. Dat Schelfors Park, dat heeft zo'n geweldige ligging. Dat heeft zo'n geweldige uitstraling. Nou ja, ik ben altijd heel kritisch met betrekking tot een hoop mensen die aan de zijlijn staan. Ook professioneel aan de zijlijn. Die ook ons moeten beoordelen of we aan alles denken. En dan moeten we allerlei scenario's op papier zetten. Wat er allemaal mogelijk zou kunnen gebeuren. Nou, wat niet op papier stond was dat er een ruiter van het paard viel. Dat kan gebeuren. Dat gebeurt in de gewone wereld ook. En daar wordt dan ook adequaat op gereageerd. Het is niet iets om van te leren. Ik ben alleen een beetje kritisch op al die scenario's die je moet gaan bedenken voor het geval dat. Want ik denk bij mezelf, als het fout gaat, als er een ongeluk gebeurt, dan is het GBV. Gezond boerenverstand. Zorgen dat er een heleboel mensen die er meer verstand van hebben dan jij, ingeschakeld worden. En, dat heb ik bij de profronde ook geleerd, we hebben 1 keer code oranje gehad. En denk je dan dat je als organisatie nog iets te vertellen hebt? Dan word je opzij geschoven, vriendelijk toch beslist. En dan zijn politie en brandweer degene die bepalen wat jij mag doen. We hebben dit jaar voor het eerst hebben we wel een schaalcollecte, zeg maar. We hebben gevraagd om een vrijwillige bijdrage. Juist vanuit de gedachte dat we de financiën tot een dag of 10 van tevoren niet rond hadden. En we dachten van nou, dan kunnen we daar toch nog tenminste een klein gaatje mee vullen. Je kunt dat nog veel commerciëler doen. Als ik kijk naar Groenlo, daar moet je betalen voor entree. Daar moet je betalen voor parkeren. Wat dat betreft zit er misschien ook voor de toekomst nog wel wat in. Om dat te overwegen als de financiën moeizamer gaan lopen dan tot nu toe. Maar ja, het heeft ook wel iets om een vrij toegankelijk evenement te hebben waar mensen vrijelijk naar binnen kunnen en weer weg kunnen lopen.